Vrouwen dragen make-up over het algemeen en dat weten we allemaal. En YouTubers doen dat ook. En sommige YouTubers dragen geen make-up omdat ze dan in een video laten zien dat ze wel make-up op gaan doen. En dat vinden blijkbaar allemaal mensen interessant. En vandaag ga ik dus mezelf testen. Namelijk, ik ga kijken of ik kan zien of iemand make-up draagt of niet. En dan voornamelijk vrouwelijke YouTubers. Ja. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin. Ik ben er elke week meerdere malen. Over het algemeen 3 keer. Gemiddeld 3 keer per week ben ik er speciaal voor jou om een video in je hoofd te werpen. En dat doe ik vandaag ook door middel van deze video. Ik vind het leuk om mezelf op de proef te stellen. Om gewoon te kijken wat ik kan en wat ik niet kan. En al dat gezeik. Jullie kennen mijn verhaaltjes voordat ik video's begin. Dus ik kan het ook maar gewoon niet meer doen. Nee, ik stop nu. Dus zoals je al in de titel had gelezen, ik ga vandaag kijken of ik kan zien welke vrouwelijke YouTuber make-up draagt. Dus ik heb zeg maar een foto van een YouTuber, gewoon uit een filmpje van die YouTuber. Het is niet dat ik hem ergens vandaan heb gehad en dat ik daarmee iemand boos maak, hoop ik. Want dat heb je ook gewoon op je YouTube gezet, dus... Nee, ik ga vandaag foto's bekijken van vrouwelijke YouTubers die ofwel of geen make-up op hebben. En dan uiteindelijk ga ik kijken of het me lukt. Als ik meer dan de helft goed heb, dan mag ik deze helemaal optappen. Mocht ik minder dan de helft goed hebben, dan niet. En dan moet ik mezelf ook altijd slaan bij elk fout antwoord. Oké, ik zie je straks, paprika. Oké, en Mattie van mij genaamd Jart heeft daadwerkelijk YouTubers opgezocht ik weet niet eens of ze make-up op hebben of niet. En ik ga gewoon kijken. Oké, wie is dit? Dit is Nikki. Nikki, leuk dat je er bent. Ik hou van je, dat weet je sowieso. Nikki en ik gaan way back. Nikki heeft ooit voor mij een video ingesproken voor mijn CKV-lerares, zodat ik een hoger cijfer kreeg. Geloof het of niet, maar dat was echt zo. Dat was in 2012, denk ik. En look where she is now. Ik denk persoonlijk dat zij hier geen make-up op heeft. Ik zat nog te denken van, oké, misschien heeft ze make-up op de lippen, weet je, want haar lippen zijn niet wit, maar rood. Ik weet zo fucking weinig van deze shit. Waarom doe ik dit ook? Dit is een challenge die andere mensen moeten doen in plaats van ik. Ze heeft wel oorbellen in. Telt dat ook als make-up? Ik denk het niet. Nee, dat zal wel niet tellen. Maar ik denk van niet. Ik dacht misschien op de lippen, maar toen dacht ik, welke beauty blogger doet nou eerst iets op de lippen en dan de rest? Dat doe je volgens mij niet. Dus mijn antwoord is nee. Nikki heeft geen make-up op. We gaan even kijken wat het juiste antwoord is, mensen. Heeft Nikki make-up of niet? Nikki? Fuck. I gotta step up my game. I gotta step up my motherfucking game. Moisturizer en primer. The fuck that might be? I don't know. Ik heb geen idee wat de fuck dat is. Oh, fuck. Ik wou mijn paprika al pakken, maar dat mag natuurlijk helemaal niet. Ah, dat moet ik niet zo hard doen. Oké, de volgende. Masha. Oké. Ze heeft een zwarte tube make-up vast. Ik denk dat je zoiets als dat vast hebt op het moment... Ik denk dat ze hier al make-up op heeft. Ja, sowieso heeft ze hier make-up op. Kijk naar de wenkbrauwen. Kijk naar de huid. No offense, Masha, maar volgens mij zit er iets op je huid. En heb je wenkbrauwen gedaan? Oké. Ze heeft wel een lijp shirt aan. Dat is wel lijp. En ze heeft nagellak. Nou, dat telt denk ik niet. Ze heeft wel make-up op. En ze heeft foundation op. En ze heeft een wenkbrauw gedaan met wenkbrauwspul. Oké, we gaan ervoor. 3, 2, 1. Masha had wel make-up op. Yeah! Met concealer. Fuck is concealer? Ze had dus blijkbaar concealer op. Oké, duidelijk. Maar je had toch... Kijk die wenkies. Dan heeft Masha van nature zulke lijpe wenkies. Dat is sick. Dat is out of the box. Slaat nergens op. Ik ben trots op je, man. Ik ben echt trots op je. Echt waar. Echt briljant. Oké, we gaan door. Laura Ponticorvo heeft hier make-up in haar hand. Wat niet per se betekent dat ze het op haar hoofd heeft. Ik probeer er echt altijd maar gewoon een mooi verhaaltje van te maken. Het lukt me niet. Ik denk dat ze hier... Ik weet het niet. Ik weet het serieus. Ik heb geen fucking idee. Ik denk dat ze hier make-up op heeft. Ik denk dat ze hier ook iets op heeft. Ik weet niet wat. Concealer waarschijnlijk. Want iedereen heeft concealer op. Laura Ponticorvo heeft make-up op. Ik ben niet zeker van. Mocht je trouwens afvragen of ik make-up op heb, het antwoord is ja. Kijk maar naar mijn mooie hoofd. Nee, grapje. Ik heb geen make-up op. Oké, we gaan ervoor. Heeft Laura Ponticorvo make-up op? Maar deze concealer op. Yeah! I'm so excited and I just can't hide it. Sick. Ik had weer concealer. Gewoon, ik weet niet wat concealer is. Maar vrouwen doen het blijkbaar, dus oké. Foundation en poeder. Oké, ze had best wel wat make-up op. Niks persoonlijks, Laura. No biggie. Elke vrouw heeft make-up op. Maar ik had niet gezien dat je 3 dingen op had. Ik dacht dat je 1 ding op had. Ik weet gewoon niet of wat ik nu allemaal zeg, of dat positief of negatief gaat overkomen op de YouTubers. Ik kan het best aanwezig dat jullie dit gaan zien. Dus vrouwelijke YouTubers, als jullie dit zien, het spijt me. Als ik op een of andere manier je beledig, ik doe mijn best om je niet te beledigen. We gaan door met Diana, die is voor Dazzle. Zij heeft gewoon een kwast op haar hoofd. Wat al best wel volgens mij insinueert dat ze de make-up op heeft. Ik ga even full Sherlock Holmes op deze foto. Want ik zie dat ze op haar kwastding, er zit niet meer zoveel spul op. Wat betekent dat het waarschijnlijk al op de hoofd zit. Wat betekent dat ze make-up op heeft. Wat betekent dat dat mijn antwoord is. Ja, ik denk dat ze het al heeft. Ik denk dat ze concealer heeft. Ik weet niet eens wat concealer is. Waarschijnlijk is het een soort van foundation of zo. I don't know. Diana heeft make-up op. Final answer. Ik ga het gewoon bekijken. Heeft Diana make-up op? Komt u maar.
Ja. Ja. Boom, man. I did it. Het heeft ook echt fucking veel shit hierop. Chanel crème spul. Concealer. Zei het al. Wenkbrauwpoeder. Wenkbrauwpoeder? Wenkbrauwpotlood. Bronzer. We gaan door met de volgende. Namelijk mijn grote vriendin Monica. Met krullen. Wow. Oké, ik ga even de foto analyseren. En daaruit kan ik opmaken dat ze... Opmaken. You get it, man. Ze heeft krullen. Voelt als een afleidingsmanoeuvre. Ik denk dat ze hier geen make-up op heeft. Ik zal je vertellen waarom. Ik zie het niet. Ik denk dat ze geen make-up op heeft. Wow. Wow. Mijn haar doet gek en shit. Monica, heb je make-up op? Laat het me weten. Eyeliner. Fuck! Nee. Niet leuk, niet leuk. Fucking kut. Oké, nou goed. Eyeliner. Maar wat eyeliner is dat lijntje om je oog? Oh ja, ik zie het nu. Soort van. Oké, zat eyeliner op. I fucked up. Ik zal jullie even een tussenstand geven. Volgens mij heb ik 3 van de 5 had ik goed. Wat betekent dat ik de paprika in zicht is. Oké, we gaan door. We gaan lekker door. Dit wordt fantastisch. Dit wordt gezellig. Serena Verbon. Ik ben aan het analyseren, ik ben aan het nadenken, ik doe dat allemaal. Wat doet ze met haar handen hier? Ik denk, oké, ik heb een analyse. Ik denk dat ze make-up op heeft. En dat komt door hierdoor. Zij doet volgens mij dat, zeg maar, zo aanwijzen dat ze make-up op heeft. Ik zal even reenacten, komt ie. Hallo, ik ben Serena en welkom bij een nieuwe video. Ik heb alvast wat bronzer opgedaan en wat concealer. Snap je? Die stem was op geen enkele manier in de buurt van Serena haar echte stem. Maar je snapt wat ik bedoel, ik probeer vrouwelijk te zijn. Dat denk ik. Ik denk dat ze de video begon met zei, ik heb alvast dit en dit opgedaan. En dan doe je deze handbeweging. Het voelt ook gewoon kloppen. Dat is het. En mocht je jezelf nou afvragen, hé, wat voor make-up heeft ze dan op? Nou ja, natuurlijk concealer. En waarschijnlijk bronzer. En dat was het. Serena. Wenkbrauwen bijgetekend. Weet je, ik had het goed. Ik zei gewoon dat ze make-up op had. Zegt haar wenkbrauwen. Oké, ik zie het ook gewoon nu. Haar wenkbrauwen zijn gewoon prima. We gaan door. Het is tijd voor Joy. Joy is mijn grote vriendin. Hallo Joy, als je dit ziet. Welkom bij mijn video. Je zit erin. Je zit in mijn video. Ik weet niet of het mag, maar ik heb het gewoon gedaan. Ze heeft dollar signs aan de muur. Represent Joy, you know what's up. Oké. Ik denk dat zij hier... Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik weet het gewoon letterlijk niet. Kijk naar haar hoofd. Ik denk, ik zie de make-up niet. Maar dat is de bedoeling van make-up. Dat je het niet ziet tot een bepaald level. Ik denk dat ze hier geen make-up op heeft gedaan. En dat ga ik op basis van dit zeggen. Ik zie sproeten op haar neus. Nee, ik zie sproetjes op haar neus. En dat is niet per se slecht. Maar ik kan me voorstellen dat als er make-up op zou zitten... dat dan die sproeten minder opvallen. Of zo. Ja. Ze heeft ook al eyeshadow vast. Oh nee, wacht. Hè? Ze heeft eyeshadow vast. Wat betekent dat ze... Je doet niet eerst eyeshadow op. Je doet eyeshadow op terwijl je al concealer. Hey. Waar je dat al op hebt gedaan. Dus ik ga mijn antwoord even veranderen. Van nee naar ja. En welke make-up dan? Concealer. Laat me komen. Laat me komen. Joy, heb je make-up op? Concealer! Yeah, baby! Ze heeft gewoon niks anders dan... Ik heb het gewoon precies goed. Gewoon perfect. Oké, ik ga even googlen wat concealer. Concealer. Een concealer is een cosmetica product dat bedoeld is om puistjes, kleine huidoneffenheden en donkere kringen te camoufleren. Yes, I fucking did it. I'm so proud of myself. Die paprika is akelig dichtbij. De volgende is Manon Tilstra. Manon, hoi. Sorry dat ik je op deze make-uploze manier in beeld breng. Maar goed, dit is gewoon een screenshot uit jouw video. Dus het stond al online. Ik probeer het voor mezelf goed te praten. Ik denk dat zij niks op heeft. Of wel? Ik denk het wel. En ik denk weer dat dat zo is, omdat zij een fucking kwast vast heeft. Volgens mij doe je eerst zitten op smeren. Op je hoofd, zeg maar, normaal gesproken. En dan daarna doe je met een kwast. Maar ik zie wel wat oneffenheden op haar huid. Ik denk dat zij geen make-up op heeft. Dat ga ik ook gewoon zeggen. Ze heeft niks. Ze heeft geen make-up op. Ik denk dat dit een afleidingsmanoeuvre is. Deze kwast is een afleidingsmanoeuvre. Mensen, gaan we even kijken of Manon make-up op heeft. Niks, bitch! Wow! Hey, hey! Pra, kra, kra, kra! Hey, ja. Ik mag eigenlijk niet meer dabben, dat is al 2015. Maar goed, maak me niet. Ik ben echt blij. Ik ben serieus blij. Ik heb het gewoon, zeg maar, ik sla de spijker de hele tijd op zijn kop. Ik ben echt fucking trots op mezelf dat ik dit kan zien. De volgende is Jami. Haha, wat funny. Ze heeft gewoon make-up op de hoofd. Ja, ze heeft dus, ik weet niet wat de fuck ze hier op haar hoofd heeft. Maar het is waarschijnlijk een soort van make-up. Kan er ook niet meer van maken. Mijn antwoord is ja. Ja, de spanning in deze is ook wel weg natuurlijk. Want ja, dat is duidelijk. Contourspul, eyeliner. Ja, ik kan nu wel doen alsof ik heel blij ben. Maar deze heb ik gewoon aanzien. Deze kon je van mijlen ver aankomen zien. Oké, Tara Verbon. Tara zit hier voor haar witte muur. Ik denk dat Tara make-up op heeft. Ik heb geen flauw idee wat. Ik denk dat het oogshit is. Ze heeft al oogspul op. En concealer. Sowieso concealer. En bronzer. Waarom denk ik bij bronzer denk ik altijd aan Brock van Pokémon? Het heeft gewoon geen connectie met elkaar. Oké, ik ga ervoor. Tara heeft make-up op. Mensen, als ik deze goed heb, dat betekent dat ik er fucking veel goed heb. Dat betekent dat ik gewoon kan zien of een persoon make-up draagt of niet.
En daar ben ik fucking trots op. Daarnaast ga ik je vertellen dat op het moment dat ik deze goed heb, ik gewoon een paprika mag chappen. Gewoon helemaal. We gaan het zien. Tara, ik moet Jart gewoon vragen of ze make-up op heeft. Want het staat er niet tussen. Antwoord staat er niet bij. Wow, de spanning is te snijden, mensen. Ja! Ik zit in spanning af te wachten hier, oh, want staat het antwoord van Tara staat er niet. Dus ik moet van je weten, heeft Tara make-up op of niet? Mijn antwoord was ja. En ik ga je ook vertellen wat. Namelijk concealer, oogshit en bronzer. En antwoord, Kelvin Boema was... Nee! No! Oh, fucking shit. Oh, kut. Zat gewoon niks op. Zat gewoon... Fuck. Ik heb ook Jart gewoon weggeklikt, mensen. Nou ja, goed. Weet je wat het wel betekent? Ik had alsnog meer dan de helft goed. Wat betekent dat ik deze paprika mag opeten? Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Abonneer op mijn kanaal. Dat kan je doen. Als je dat wil. Als je niet wil, dan hoeft het ook niet. Fantastisch. Ik maakte die hete als mijn vriendin op Tinder. En toen ging ik als Nina op Tinder. En er kwamen allemaal leuke reacties uit van mannetjes die op Tinder zaten. En, er was ook een mannetje die ging huilen. Ik had een privacy claim binnengekregen. En toen wou hij dat ik mijn video ging verwijderen. En fuck that shit. De video waarin ik als mijn vriendin op Tinder ging, die had nogal wat reacties. En die ga ik nu lezen. Let's go, motherfuckers. Is dat meisje op die foto wel echt Nina? Oh, wacht. Ik heb 5 jaar een relatie met iemand. En ik weet niet hoe ze er echt uitziet. Oh shit, ja. Wat stom.